Zo, en dan gooi ik daar nog even een boom neer, want er staan nog helemaal geen bomen, dus het is misschien makkelijk om wat bomen niet... Oh mensen, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. En ik heb eigenlijk weer wat voorgebouwd, omdat ik dat vorige keer aflevering zei ik dat tegen van, ja jongens, ik ga even wat vooraf bouwen, want... Ja, waarom? Laat ik gewoon even zien na het intro, ja. Oké, people, let's go to work. Nou, we gaan dus verder met de omgeving. Maar ook met het dak, want het dak zit er ook nog niet op. Het dak. En de zijkanten zitten ook nog niet helemaal mooi afgewerkt. Maar wat ik heb gedaan is, ik heb met die set van Brian, die ik vorige keer had verteld, heb ik een rondje gemaakt van steen. Daarbovenop heb ik een rondje gemaakt van heggetjes. En toen heb ik ook nog één zo'n los paaltje gevonden, hier zo onder mij. En dat paaltje heb ik er nog bij gezet. Toen heb ik nog allemaal bloemetjes aan de zijkant van de baan gezet. En ik wou hier nog, omdat ja, hier is het helemaal hol. Wou ik het hier eventjes, wou ik wat leuks inzetten. Dus we gaan eerst een vloertje maken hier op de grond. Want het is raar dat natuurlijk dit open en bloot staat. Maar wat ik nu in gedachten heb is even nog veel leuker. Dus dat laat ik nu even zien aan jullie. Moment. Let op. Ik zet hem even onder mij. Zo. Gaan we even met elkaar kijken naar de kerstel set, want die pakken er weer bij. Je kan hem net zo goed vastnagelen aan het menu bij mij. Want ik ga hier dus gewoon ook... Even kijken. Twee van die bogen zetten. En dan is dit gewoon open en bloot. Dus hier kan Mickey gewoon... Ja, hier kan je gewoon komen, want dit hoort gewoon bij het grasveld. Maar daarachter, als je dus erin gaat, dan ga ik een vloertje maken. Dus dit is dan officieel... Dus ik zou daar nog een deur in kunnen zetten. Aangezien ik al heel moeilijk hier kan kijken. Maar ik heb er een vloertje ingezet. Dus we kunnen daar een deurtje in maken. Om het nog iets realistischer te maken. Dan maken we dat als een soort achterdeur. Een idee, hè? Nou, ik plaats dat muurtje. Als het goed is het daar helemaal dicht. En dan bouw ik daar dus nog een heel mooi deurtje aan. Die zit helemaal bovenin de set. En dan doen we een vierkante deur. Ik kan er dus maar één neerzetten. Dat ik hem niet specifiek in het midden kan zetten. Nou, dan hebben we hier dus een voordeur en een achterdeur. Ik zou nog wat decor gaan maken hier aan de zijkant, maar ik ben helemaal niet toegekomen. Want ik heb eigenlijk alleen maar gefocust op de natuur, zoals jullie zien. Ik heb heel wat grote bomen neergezet. Vier stuks van dezelfde. Ik heb gewoon een beetje voller gezet. Wat meer bossen. Dat je wel aankomt en denk van wauw. Weet je, je moet niet alles verklappen in het begin als je hier al bent, dat je kan zien wat eraan komt. Maar dat zie je allemaal al als je verder in de rit zit. Ik wil gewoon even het dak nu doen, voordat we dan een testritje maken met elkaar. Want het dak, dat moet er ook nog allemaal op. En dat heb ik nog allemaal niet gedaan en ik schaam me ervoor, want dat dak moet er gewoon netjes op gaan. En ja, mijn shelf, wat is dit dan? Een vloerke. Ik moet bij de main street kijken. Want in een van die setjes, er staat dus, ja, daar staat het bij. Dus dan weten we precies van hoe en wat. Misschien kan ik het nog een beetje opvrolijken. Als het lukt, even kijken. Nee, het wijkt te veel uit naar de buitenkant. Dat is niet mooi. Dit is namelijk die roof. Dit is het plafond. En het zou leuk zijn als we los van die plafondstukjes hebben. Roof ceiling. Nee. Alsof ik het niet wist. Nee, ik wist. Nou ja, ik wist niet dat het er was. Natuurlijk zal het wel zijn, maar. Dit is wel heel vreemd. Want... Het komt niet overeen. Dit is raar. Het komt niet overeen met het dak wat ik wil. Oh, begin niet aan rollercoaster, mensen. Nee hoor. Hartstikke leuk spel. Soms. Als het slaapt. Kijk, het is niet eens. Het lijkt alsof je. Is het er nu opgelegd of is het er nou... Ja, het is er opgelegd. Wat is het eigenlijk? Is het... Hoe heet het? Het is een... Weet ik veel, dat hoort daar niet. Een roof cap corner. Nee, ik moet echt een grap hebben, een grap. Roof. Kijk, je zou ook zulke stukken kunnen doen, maar het ziet er niet uit. Oh mensen, hoe moet ik dit gaan oplossen? Want ik vind het dak wel ontzettend leuk. Sommige mensen zeggen nu tegen mij waarschijnlijk, Vincent, pleur dat hele dak eraf. Dat is ook nog een oplossing eventueel. Maar dan moet ik wel een nieuw dak zoeken.
En ik vond deze net zo mooi. Ik vond hem wel leuk staan, dat groen bij het wit. Ik ben altijd heel slecht met kleuren en zo. En ik vond het wel wat hebben. Maar het moet wel mooi. We gaan nog even doorzoeken, want ik zet hem even onder mij. Dan kunnen we even rustig op ons gemak kijken door deze set wat we allemaal nog hebben en wat we eventueel kunnen gebruiken. Zo en zoals ik heb beloofd aan u, heb ik iets gedaan. Ik heb iets gevonden. En het was een stuk van carpet. En daar heb ik randjes voor gevonden. En die heb ik hier aan de zijkantjes neergelegd. Van die kleine latten. Van die zwarte latten. Het hoekje kon ik niet vinden. Maar dat dak, dat kan me gestolen worden. Ik heb ook aan de voorkant heb ik het anders gedaan aan de zijkanten. Het is nog wel wat simpel. Maar het is wel wat. En ik wou met jullie nu speciaal nog in deze aflevering een ritje maken met deze tractorrit. Laten we even erin zitten, mensen. Nou, het eerste wat we tegenkomen is natuurlijk dit prachtige stukje van Minnie en Mickey. En we gaan onder de achtbaan door. Hier is nog vrij rustig. We zien nog niet veel. Ik kan hier nog wat plaatsen, want ik had een idee en dat laat ik jullie zo meteen zien. Nou, we kijken, we zien Mickey. Ik kwam even op de naam. Ik kwam niet op de naam, wat erg, hè? De Tover Mickey eigenlijk, Merlijn Mickey misschien wel. Nou kijk, dat is leuk. We rijden recht op een auto af, maar het is een soort decorstuk. Superleuk. Dan komen we langs Winnie de Pooh. En Minnie heeft een taart gemaakt voor dat beest. Nou, dan krijgen we die hekjes natuurlijk. Hier zo, het grote kasteel. Nou, dat is aardig goed gelukt zo, vind ik. Hallo Govi, of course. Nou, daarachter staat natuurlijk Mickey Mouse. Je kan heel ver wegkijken. We komen langs een bord met Goofy. En aan de linkerkant staat zelfs Tijgertje. Hallo. Nou, dit ziet er echt fantastisch uit, toch? Ik vind het heerlijk om te zien. Nou, hier staat Minnie natuurlijk aan het huisje. Met een nieuwe deur. En misschien kan ik hier nog wat hekjes langs de weg zetten. Om gewoon, weet je wel, het oogt wat gezelliger. Nou, zien we Mickey Mouse zien we op de... Oh, tussen de bloemen door met Pluto. Is ook een beetje kalig nog. Echt heel schattig ziet dit eruit. Als dadelijk mensen hierin zitten. Oh, mensen. Ik zal het een beetje donker maken in mijn kamer. Zo, en dan de eindscène. Dat is natuurlijk een prachtig stuk gebied waar je de sterren ingaat. Hij past er net onderdoor. En dit was de rit. Echt een hele verslavende rit in mijn ogen. En ja, ik vind het gewoon super leuk. Moet je kijken, leuk van die karretjes hier eromheen. Super leuk. Super schattig. Nou, tof. Deze attractie is bijna klaar. Ik wil nog wel een beetje de puntjes op de i. Maar dat ga ik gewoon op mijn gemakje doen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar deze aflevering te kijken. Vergeet ook niet zeker een like te geven. En vooral voor deze attractie. Ik ga nog wel, voordat ik afsluit, even één ding fixen wat ik nog wel graag wil. Het is hier nog een beetje kalig bij dit stukje. Dus wat ik ga aanpassen, ik ga deze boom weghalen. En dan gaan we hier wat neerzetten. En dan pak ik even de set weer. En dan gaan we toch wel even naar Shy Guy set 1. En daarin staat namelijk een heel leuk stukje. Deze cute, maar die staat niet schuin. Zo. Ja, dames en heren, iemand op het forum had mij, want ik plaats natuurlijk foto's behind the scenes van mijn park op het forum, davinstaforum.nl. Dan kan je nu registreren en kijken naar ook andere mensen die een park maken. Maar die heeft mij dus geadviseerd van Vincent, je moet veel meer bloemetjes bij elkaar doen in een kuddetje. Nou, en zoals je ziet heb ik dat hier gedaan en dan ziet het inderdaad wat drukker uit, maar wel wat voller, waardoor het wat de sfeer wordt wat beter. Dus ik heb een cementing gemaakt en die heb ik eigenlijk, die bloemen die ga ik door het hele park een beetje doen. En dat wordt een beetje de standaard bloemen die we gaan zien in de ride zelf, in de attractie. Dus dat ziet er gaaf uit. En hoe je variatie kan doen, gewoon af en toe het bosje weghalen. Dan lijkt het net alsof het heel veel is. Maar dat, kijk, het hele bloemenberken. Je moet natuurlijk uitkijken dat het niet eentonig wordt. Maar het ziet er sowieso heel gaaf uit met al die bloemetjes hier zo. Ik haal een paar gele weg als het kan. Zo. Het ziet er sowieso veel beter uit. Ook de eindscène heeft veel meer bloemetjes. Waardoor het gewoon... Ja, het eindstukje oogt al heel veel. En dat is gaaf. Dus ik gooi het gewoon wat voller met wat bloemen. En dat is het fijne van een CS. Custom Scenery kan je gewoon overal doorheen bouwen. En dat is heerlijk.
Zeg, heerlijk is dat, heerlijk. Gooi hier dat hele bloemenperk hier zo. Moet je kijken, joh. Nou, dat ziet er veel leuker uit. Het tijgertje wordt gewoon in, niet in het zonnetje gezet, maar in de bloemetjes. Nou, ik ga nog zo'n somatic dadelijk maken, want ja, dit is natuurlijk een klein voorbeeld van een paar bloemetjes. Nu natuurlijk gaan we nog meer bloemen erin doen, want het moet echt een bloementuin worden. Dus het mag best wel druk bevolkt worden met die schattige kleurtjes in het park. Of in de attractie eigenlijk, moet je zeggen, hè. Zo. Oké, nou deze attractie is dan bijna gedaan en die heeft best wel een mooie locatie gekeken als we uitzoomen. Zie je dat hij toch wel aardig leuk daar staat hier in de tussen eigenlijk gefrinkt. En ja, we kunnen hier ook nog altijd nog een attractie bouwen als we willen. En dat kunnen we altijd nog in de toekomst doen. Dus ik haal wel wat bomen weg dat we weten van nou daar is nog toekomstplannen voor een eventuele attractie. En een achtbaan lijkt me dan weer onnodig omdat hier al een hele achtbaan staat gebouwd achter de Main Street. Maar ik ga het wel een beetje markeren als... Ja, ik zweet mensen. Het is heel warm. Ik markeer het even als een stoepje. Achter. En dan weten we hoeveel ruimte we hebben voor de attractie. Niet heel veel ruimte. We zouden natuurlijk ook een hele leuke dark ride nog in de Main Street kunnen bouwen. Dus dat we dat gewoon overdekt maken dit. Dat het een grote hal wordt. Ik denk dat dat nog leuker wordt. Als we gewoon deze hal helemaal... En dan hebben we hier al een uitgang. Hier, dit is de uitgang. Of de ingang wordt Stoomboat Willy. Ik denk dat dat... Nou moet ik wel dat kraampje weghalen die daar staat. En dat is namelijk een heel leuk... hamburgerkraampje. Zonder om weg te halen. Zonde, maar... Ik ga er gewoon wat vets voor neerzetten natuurlijk. Dat beloof ik dan weer, hè. Hier is de muur die we moeten slopen, denk ik. Ja. En dan maken we hier een ingangspad. Gewoon al vanaf de andere kant doen we dat een keer. Zo. Dat is de ingang. En die loopt dus helemaal zo. Ja, de ingang loopt zo. Oké. Ik weet genoeg. Nee, dat gaan we dan in de toekomst nog doen hier in Dark Ride. Ik weet niet of ik het... Het zwemparadijs ben ik eigenlijk... Ja, ik vind het... Ik heb een hekel aan het zwembad om te bouwen. Want ik moet de Dark Ride moet ik ook nog afbouwen hier. En ik moet ook nog het zwembad verder bouwen. En dat vind ik vreselijk, want... Hij is te groot, het zwembad. En om dit al met de hand te verwijderen is gewoon echt heel erg zonde. Maar wel leuk. Ik vind het, ik ben hier sowieso niet tevreden mee. Dus ik ga het jammer mijn... Ja, helaas, ik ga dit wel slopen. Ik ga gewoon een aantal dingen... Ga ik gewoon lekker om mijn gemakje weghalen. Dat gaat heel lang duren. Want dan zie je hoeveel dingen ik heb gebouwd. Hoeveel verschillende dingen. En dit is nog keihard uitgezoomd, hè. Want als ik nou dit pak, moet je kijken. Dat is grappig om te laten zien. Custom Scenery... Wordt niet weggehaald. Zie je het? Dit haalt hij weg. De rest moet ik allemaal met de hand gaan doen. Dus wat je hier allemaal ziet, is allemaal fake. Het is allemaal CS. Nou, ik ga dat eens even een keer op mijn gemakje doen. Dat laat ik natuurlijk niet helemaal aan jullie zien. Maar jullie hebben wel gezien dat ik dit weg heb gehaald. Want ik wil hier eigenlijk gewoon park voor maken. Ik wil geen gezeik met zwembad. Want dan ben je zo... je moet zwembad bouwen. Hè? Dan wordt het weer een waterpark. En ja, dan kies ik liever ooit eens op een groot waterpark. Wat ik ook helemaal niet leuk vind. Ik heb een scheidhekel aan waterparken. Wel in het echt. Dat vind ik heerlijk. Dan ben ik helemaal dol van zwembaden. Ik heb vanmiddag nog eens wel gezwommen. Dus het is, ik zwem heel vaak. Ik ga altijd graag in het water. Zo, nou ik haal al die dingetjes weg. Ik ga niet alles weghalen, ik weet het. Ik laat gewoon even zien dat het gewoon heel veel sets op elkaar zijn. Of heel veel plantjes ook en heel veel objectjes zo. En dan moet ik dus allemaal met de hand gaan weghalen. En nou, we komen er wel. Kijk, die grote objecten, zoals die rotsen, kijk, die gaan lekker snel. Zie je het? Dat gaat goed. Dit ook. Dit is allemaal te doen. Maar ja, wens me geluk. Kijk hoeveel plekken. We kunnen natuurlijk dit wel als zwembadje houden. Dat kunnen we altijd nog doen. Hè? We kunnen zeggen van nou we houden dit gewoon een zwembad. Maar niet groter. Dit is het gewoon. En dan bouw ik eromheen wel iets leuks. Zoals ik hier ben begonnen. Maar dat komt nog later wel weer een keer. Ik ga dit pad eerst even claimen. Nou claimen. Ik ga het gewoon zeggen van. Hé, dit moet groen worden. Bouwterrein. Weet je wel. Zo. Ook allemaal bouwterrein. Huppakee. En dan denk ik gelijk aan de grote achtbaan. Die gaat hier zo. Om dat zwembad heen.
Dat lijkt me wel echt stoer. Zo. Ik ook toch die berg moet ik ook nog een beetje beschilderen, om het zo te zeggen. Klinkt heel raar, maar dat... Zoiets wel. Waar hebben we plek? Deze coaster, die Donaldbaan. Ik denk dat ik die ook nogal ga aanpassen. Want deze layout kan gewoon wat spectaculairder. Dus ik beloof, in de volgende aflevering ga ik deze achtbaan layout gewoon veranderen. We gaan hem gewoon vernieuwen. Dit moet gewoon... Het wordt waarschijnlijk geen Donaldbaan meer. Maar het wordt wel gewoon een fantastische achtbaan. Dus bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Doei!